Nou, het is vandaag de manken helpen de blinden. Maar we zijn er wel super blij mee. Oeh, mijn poepie zegt dat hij de schilderijtjes heeft opgehangen. Liggen je vingers eraf. Dan moet ik naar het ziekenhuis. De kast staat in elkaar. Yes. We kijken ernaar. It is ready. I wanna show you. I just wanna see where your love can take me. When I'm with you, no, the world won't break me. Hi, Tatties. Welkom bij een nieuwe video. Nou, het is vandaag de manken helpen de blinden. Want Jesse Silver die heeft nog steeds koorts. Gisteren had hij 39,1. Nou, vanochtend werd hij alweer wakker met 38,1. Dus dat zal nog wel oplopen. Sergio heeft ook koorts. En is helemaal niet lekker. Gewoon weer de hoesttyfus. Ja. Ja, en koorts. En koorts. Ja, het is de afgelopen 2 maanden gewoon al En ik heb een beetje maar. Nee, je hebt geen beestje meer, ja. Oh ja. Gelukkig niet. Dat hebben we wel onder controle. En ik, en de batterij is leeg. Auw. En ik ben verkouden en ben door mijn rug gegaan. Het schiet gewoon in je rug. Eigenlijk gisteren al en vanochtend gewoon weer. Ja, die olijfboom. Dat heeft je echt genekt. Ja, met de kou denk ik. Maar echt ook super slecht geslapen daardoor. En vandaag denk ik, ik doe even het bed opmaken. Toen ging ik er weer doorheen. Nou, ik denk, nou, dit gaat hem helemaal niet worden vandaag. Dus we zijn met z'n allen thuis. Hopelijk knappen we snel op. Vast wel. En ik ben ook een beetje aan het hoesten. Maar niet zo erg als jullie gelukkig. We zijn de 3 zeehondjes. Dus even relaxed aan en we doen wat we kunnen. Marathon, Netflix en Disney. Precies. Doei! Doei! We kunnen gelijk onze deken uitproberen die we gisteren hebben gekocht. Maar we willen een hele grote, zachte deken. En deze is lekker groot, hè? En lekker zacht. En Jesse heeft er gisteren al gebruik van gemaakt in de auto, omdat hij het alleen maar koud had. Het was heel koud, maar echt extreem. Ja, maar hij was echt... Maar het was echt niet goed. Nee, hij was gewoon echt... ziek koud. Misschien weten jullie dat. Hoe komt het dat als je dus koorts hebt, dus eigenlijk gewoon super heet bent, dat je het gevoel hebt dat je het heel erg koud hebt en je daardoor je flink wil inpakken, want je hebt het koud, maar eigenlijk moet je juist afkoelen, want je bent te heet. Waiting. En we hebben Night at the Museum cartoon ontdekt. Ja. Op Disney. Ja. Oh ja, ik was al weer... Ja, we hebben de Night at the Museum cartoon ontdekt op Disney, dus die gaan we even kijken. Gaat het over dinosaurus? Ja. Maar ik wil niet dinosaurus. Maar dit is niet alleen dinosaurus. Nee, dit gaat over een museum. Een Kuman Ra. De farao, weet je wel, in Egypte. Als we deze niet leuk vinden, dan gaan we gewoon de echte opzetten, want die is sowieso superleuk. Die is wel heel leuk, maar die moeten we vanavond maar misschien kijken als hij... Zit er één voor? Ja. Oh. Ik kan me alleen herinneren dat hij vooral grappig was. Voor ons. Maar er komen dingen tot leven. Ja. Hele enge dingen. Daar heb je een punt. Ik wil deze niet zien. Goedenavond. Hi. Nou, het is weer de volgende dag. We zijn weer een beetje op boven, de been. Boven Jan, zo. Boven Jan, een beetje op de been. Ik ben gaan werken. Ik kan weer een beetje normaal lopen. Sergio gaat het redelijk weer mee. Jesse Silver is daar nog het slechtst aan toe. Die snottert nog, heel zijn gezicht zit onder. En hij heeft nu heel erg buikpijn. Waaronder dus net een poepincidentje. Alles, een poepsident. Hij kon niet meer, het niet meer ophouden. Het zat helemaal in zijn broek. Dus we hebben met alles maar in bad gedaan. Ja. Sia. Hij zei, oeh, jakkie man. Niet boos zijn. Nou, tuurlijk zijn we niet boos. Dat kan toch gebeuren? Zielig. Hè? Ik ben ondertussen terug van mijn werk en ik heb even mijn huispakje aangedaan. Want, ik ben lekker met Jesse in bad geweest. Normaal is de dag dat we bij iedereen gaan eten, ons de beurt. En vandaag was het bij mijn zus.
Maar niet iedereen kan komen. En Sergio die had nog heel veel eten over. Dus die heeft volgens mij daardoor voorgesteld, we doen het lekker hier. Nou, niet per se. Oh. Maar omdat je mama eigenlijk zou oppassen. Maar aangezien ik niet ging werken, ging dat oppassen niet door. Toen was Jesse teleurgesteld dat hij niet naar oma ging. Dus dan zou ik hem toch naar oma brengen. En toen had ik Laura gesproken. En die zei van ja, ik heb nog meer afzeggers. Dus Jen en Marius die waren er ook niet. Oh. Dus toen dacht ik, ja, aangezien hij ook niet lekker is, op tijd naar bed kan. Kom lekker hier. Kom lekker hier naartoe. Ja, nou ja, goed. Dus ze komen lekker hier naartoe. Mijn moeder niet, want die heeft dus op het laatste moment ook afgezegd. Want die heeft migraine. Dus dat is heel vervelend dus voor haar. Dus uiteindelijk komt alleen Laura. Dus uiteindelijk komt nu alleen Laura. Ook gezellig. En zij gaat de kast meebrengen die we hebben besteld al echt een paar maanden geleden. Maar hij was telkens niet op voorraad, niet leverbaar. Werd telkens met een maand verschoven. Ja, en het was een lastig karwei. Ja, en dat is in Delfgauw. En dat is dichter bij Pijnekker dan dat het bij ons is. Dus Laura die gaat op haar weg hier naartoe die voor ons ophalen. Dus ik ben heel benieuwd. Waar die moet komt ze ophalen? Bij karwei. Oh ja. Maar Sergio is verder goed bezig geweest, want we hebben jullie laten zien. We zijn lekker naar de kerstintratuin geweest. Daar hebben we vooral dingen gekocht die niks met kerst te maken hebben. En veel gekost. En heel veel gekost. Maar we zijn er wel super blij mee. En Jesse, Sergio die heeft het opgehangen. Hij kan veel. En ik ga het jullie laten zien, want we zijn er echt heel blij mee. Ja, ga jij het lekker laten zien? Oké. Okay. Ga ik nu even naar de aardappeltjes kijken. Ga jij nog even naar de aardappeltjes kijken? Heerlijke aardappeltjes. Uit de oven. Oh. Hij beslaat gelijk. Lekker crispy. Lekker. Nou, dan loop ik even door. Ik laat eerst even onze kerstige olijfboom zien. Want we dachten, ja, aangezien het nu toch even binnen staat, dan maar leuke lampjes erin. En we hebben een aanpassing gemaakt, hè, in waar we de bloesemboom willen gaan hebben. Ja, inderdaad. Want we hebben nu... Het is een goede testcase geweest dat we Olivia even binnen hebben gezet. Ja, even van hak op de tak. Letterlijk. Want ja, we zien wel dat het hier dan best wel vol wordt. Hij staat wel leuk. Maar we hebben natuurlijk hier onze Giuseppe. Wat al een prominent plekje heeft. En om daar dan ook nog iets echt eye-catcherig neer te zetten is misschien een beetje too much. Dus we gaan daar waarschijnlijk wel iets van een zeil doen met misschien de leeuw erop. Of misschien gewoon een vaas. Maar we gaan de plant of de bloesemboom gaan we in de andere hoek doen. Wat voor boom? De plant, zei ik. Nee, de bloesemboom. Oh. Nou jongens, ik begin even met onze borden. Daar ben ik zo blij mee. Ja, ze staan echt super cool. Ze staan echt super cool. En nu lijkt het heel weinig op die lange muur. Maar het breekt al gelijk, de muur. En het is natuurlijk de bedoeling dat er meer bij gaat komen uiteindelijk. En daar komt de volgende. I love it. Kijk nou jongens, hoe gaaf dit staat. Ja, ik ben er echt ontzettend blij mee. Het is dus een doek aan twee haken. Ja, we vinden het echt perfect passen. Want de kleuren die daarin zitten, nou ja, blauw komt natuurlijk terug. Maar ook een beetje dat oranje. Dat zit ook weer in Giuseppe, maar ook weer in de posters van Reggie en Mojo. Dus zo komt alles toch weer ja, bij elkaar. Ja, ik liep een beetje naar achteren en toen liep ik hier tegenaan. Oh-oh. Can happen, hè? Can happen. Dus daar zijn we super blij mee, hè? Ja, ja, ja. Het is schot in de roos. Nou, en we hebben dus nu bedacht dat de bloesemboom gaat komen daar.
dat verandert natuurlijk wel weer het een en ander. Ja. Want dat betekent dat daar niet het fietsje kan hangen. Nee. Maar we vinden het wel leuk hoe het keukentje hier staat. En we zien ook dat Jesse daardoor echt veel ermee speelt. Ja. En hij heeft hier ook lekker de ruimte om te spelen. Maar we kunnen het fietsje altijd weer in zijn kamer hangen of gewoon niet. Ja. Of niet. Ja, we kijken even. Maar hier gaat dadelijk even de kast komen. Die Laura meebrengt. Ja. En het is dus wel de bedoeling dat hier wel iets nog van opbergruimte gaat komen mogelijk. Of iets waar je op kan zitten voor Jesse. Aan de andere kant gaat uiteindelijk daar ook nog een heel groot tv-meubel komen met ook veel opbergruimte. Dus ja. Ja. Ik denk dat dat dan wel echt wel meer dan genoeg is. Ja, precies. Maar de PlayStation die komt. Ja. Dus die kan er ook in. Als het goed is, hopelijk. Als het goed is woensdag. Ik hoop niet dat het een scam is. Het is gewoon bij Amazon. Ja, maar ja. Kunnen er toch ook scams tussen zitten? Nee. Nou ja, goed. Je hebt hem toch met je visa of iets betaald, denk ik. Dus dan heb je toch meer kans om het terug te halen als het niet oké is. Ja. Maar ik vind echt, als ik dan zo kijk, dan denk ik, ja, het is nu echt nog gezelliger, hè. Zodat die muur een beetje. Ja, alle imperfecties die wij natuurlijk zien, omdat we het vanaf het begin af aan hebben opgebouwd. En omdat natuurlijk bij Van Zweden het een en ander is misgegaan. Die imperfecties die zien wij nog. Alleen doordat er nu het een en ander geplaatst wordt, vallen die steeds minder op. Ja, precies. Ja. Dus dat is wel chill. En Jesse Silver, die is gewoon nog niet lekker. Die ligt nu lekker met een kruikje op zijn buikje. Lekker tv te kijken. Hé, schatje? Gaat het al ietsje beter? Is het lekker, dat kruikje? En onze nieuwe deken die we ook hebben gekocht. Nou, heerlijk. Oeh, mijn poepie zegt dat hij de schilderijtjes heeft opgehangen. Die daar stonden. Maar nu niet meer. Er zit er nog wel op een witte muur. Ja. Oh, daar komt hij. Daar komt hij. Hoppakee. Hey. Ja. Ja. Dat is cool, hè? Ja. Ja, en we hebben ze wat hoger gedaan. Want in principe is het dus de bedoeling. En dat je hier zo lekker erbij kan zitten als het koken is. Of als je lekker een kopje koffie aan het doen bent, dan moet je natuurlijk niet gelijk met je hoofd er tegenaan zitten. Nee. En wij zijn ongeveer even groot. Het is wel op ons formaat, inderdaad. Het is wel op ons formaat. Erik gaat sowieso zijn hoofd starten. Ja. Ja, super mee. Toch? Ziet er toch goed uit? Ja, superleuk. Oh, poepie. Liggen je vingers eraf? Zijn ze gebroken? Jesse vraagt waar is je duim? Oh, mijn hemel. Nou, weet je wat het geluk is? Nee. Dat ik hem aan de rand vast had en niet zeg maar ook nog aan de. Nee. Want dan was die. Gewoon geknakt. Oh. En nu is hij er gewoon tegen aangekomen. Sergio die had dus zijn hand nog aan de deur en ik gooi hem zo dicht. Papa? Ja. Heb je nog je vingers? Ja, ze zitten er nog aan, schat. Zo voelt het even niet. Oh. Je ziet nog niks, maar. Ik denk dat het meevalt. Het doet wel pijn, maar. Als ik hem echt zo vast had gehad, die deur stel, dan hadden we een groter probleem gehad. Oh my god, dan had ik alsnog Laura af kunnen bellen. Nou, of niet, want dan moet er iemand opletten, want dan moet ik naar het ziekenhuis. Dan waren ze 100% gebroken geweest. Ja, dat bedoel ik, dan moeten we, ja. Oh, wat is er, schat? Wat doe jij nou weer? Ik heb pijn aan mijn lip. Het zit niet mee vandaag, hè?
Oh. En we zijn ziekies. En we zijn ziekies. En wat nog meer vandaag? En hoefte. En pijpplein. Ja. En we hebben ook nog gedanst, hè? Op welke liedjes? Weet niet. Weet je niet? Weet je wel, die heb je aangezet. Kijk maar. Meld? Wat is dat dan? Oh, Sinterklaas. We zijn nog steeds in de Sinterklaas. Ja, nou, ik ben lekker met hem buiten geweest. Ja, we zijn fietsen. Even lekker naar buiten geweest. Eerst met de fiets. Ik heb zijn zadel hoger gezet. Ja, zijn zadeltje hoger gezet, want hij was ineens, zat hij bijna met zijn knieën in zijn nek. Ja, zadel hoger gezet en toen zijn we gaan fietsen. En toen is hij in zijn auto gaan zitten. Toen heeft hij een heel rondje gereden. En hij heeft ook bij Anna en Jimmy aangebeld. En bij Cor en Lisa, maar die waren niet thuis. Heb je in je auto gereden vandaag? Ja, maar ik weet niet hoe de avond. Ja, je hebt het geluid even uitgezet. Just not. Oh, opzij. Hé, hey, wat is die slank voor een kast? Moeten we hem nog in elkaar zetten? Kijk uit. Oh. Heb je mijn zus achtergelaten? Ja. Ging ze even op zoek naar een plekje? Ja. Ben je kapot? Is die zwaar? Nee, dat valt wel mee. Het is gewoon lomp. Zo, ik heb weer een lekker dagje gewerkt. Gewerkt. Ja. Wat is hier gaan wonen op mijn kind? Is daar gaande? Oh, dit is zeer oud. René heeft bezoek. De kast is gisteren gebracht, opgehaald door Laura, super tof. En die ga ik in elkaar zetten. Ja. Dus hopelijk niet al te ingewikkeld. Ik volgens mij valt het. Maar ik had echt gewoon de gedachte dat hij als een hele kast zou komen. En dat hij niet nog in elkaar zou. Oh ja, hier heb je kast, alsjeblieft. Ja, Nee, dat is meestal niet zo. Alleen als je op maat gemaakte kasten bestelt, dan komt er zo'n mannetje met een hamer en een schroefdraaier. En die. Ja. Dat is dit niet. Maar het is. Het is geen ingewikkeld kastje. Het is een beetje schroefje hier, schroefje daar, IKEA. Achtig connectie. En komt goed. Dus laten we het pakketje maar uit de doos halen. De kast staat in elkaar. Yes. We kijken ernaar en denken, gaan we achterwandje inzetten of niet? That's the question. Nu zie je natuurlijk de mooie kleur van de muur en anders wordt het gewoon een witte achterkant. Dan is hij wel afgesloten, dus dan heb je minder iets met schaduwen. En ik dacht, laat ik hem nog even open houden, dan kan ik er straks misschien nog een led verlichting inbouwen. Ja. Maar we gaan hem al wel alvast laten zien. Hij is nog niet ingeruimd. Eén klus geklaard. Eén klus te gaan. Dit is het volgende klusje waar ik het over had. Een lampje. En het lampje komt hier. Dus even die weghalen. Ik zit wel heel buiten om dat rode licht door je schedel heen. Oeh. It is ready. I wanna show you. It is ready. Ashley? Ja? Hoppa! Cute.
Hij is kikker daar, hè? Ja, heel mooi. Perfect. Niks meer aan doen? Nee. Ja, ik ben er heel blij mee. Ja. Maakt het net weer even wat meer af. Misschien nog een ander lampje erin. Dat hij het meteen doet. Een mooi warm licht of zo. Dit is zo'n spaarlamp, weet je wel. Dat duurt dan even voordat het... Ja, hij zou het eigenlijk wel gelijk moeten doen. Want ja, je bent hier wel bent van... niet heel lang. Dus, nee, ja. Het is van hij moet... Ja. Pardon. En ik heb het vogeltje gelijk gelijmd. Oh. Dacht, een stukje van zijn stokje kwijt. Ja. Ja, top. Nou, weer een hoop gedaan. Ja, hè? Ja. Kan weer van de lijst af. Zeker. Nou. Ik zag ook dat we gewoon, we zijn zoveel aan het opruimen en dingetjes aan het verwerken, dat er een, ik kwam een plank tegen. Oké. Okay. Vandaar. Ja. Onder. Ja. Die hierop gaat komen. Ja. Dus dat wil ik ook wel weer, ja. Dat we daar in ieder geval de deurtjes van hebben gemaakt. Ja. Maar ja. Ik wil eerst eventjes de ombouw afmaken. Nee, want als dat klaar is, dan ga ik verder op zolder. Nee, maar dan ja, is het wel echt veel meer af, hè? Als, dat, als de ombouw klaar is. Ja. We hebben altijd wel wat, want dan moet de binnenkant ook nog gedaan worden. Maar... Oh nee, maar dan heb ik het ook wel over de binnenkant. Oh, ja, ja, de plank alleen misschien nog niet zo. Maar die wil ik wel natuurlijk ook heel snel, maar... Nou ja, de planken zijn het minst moeilijk, denk ik. Die moeten we gewoon zoeken en dan gewoon kiezen. Dat klopt. En, maar wat ik ook graag ja, op hoog op de verlanglijst heb staan, is de boiler. Voor ja. Zolder. Ja, maar dat is niet alleen de boiler ophangen, maar dat betekent ook een geluidsstudio maken, zeg maar. Nou, dat hoeft niet. Maar wel die verdieping en de balkenconstructie, zeg maar. Ja. Dat dan weer wel. Dat dan weer wel. Genoeg te doen. Jullie zijn nog lang niet van ons af. Ook al is dit wel even een kort vlogje. Maar we dachten, ah ja, weet je. Gewoon even wat meer uploaden. Gewoon even meer contact met jullie. Dus hopelijk vonden jullie dit een leuke, wat kortere vlog. Doe dan een duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren en te reageren. Belletje aan te zetten. En dan zien we jullie heel graag bij de volgende video. Tot de volgende video. When I'm with you, no, the world won't break me.